gaan volgens mij naar de wedstrijd vanavond. Klopt dat? Klopt, ja. We hebben er zin in, ja. Nou, hartstikke goed. En wat verwacht je van vanavond? Nou, ik hoop een leuke wedstrijd. Ik hoop dat Heracles wint in ieder geval. Ja, gewoon een leuke wedstrijd. En durf je een voorspelling te doen over de uitslag? 2-1 Heracles. Ja, ik ook. Ja, 2-1. Nou, hartstikke mooi en bedankt. Een fijne wedstrijd. Ik ben nu bij het stadion en volgens mij ga jij naar de wedstrijd, of niet? Ja. En wat denk jij, wat gaat er gebeuren vanavond? Ze gaan winnen. Ze gaan winnen vanavond. En met hoeveel, denk je? 3-2. Nou, hartstikke goed. Hey, fijne wedstrijd en geniet ervan. Wat verwacht u vanavond van de wedstrijd? Ja, dan gaan we winnen natuurlijk. En een overtuigende winst of wat mee? Daar ga ik wel vanuit. Mag ook wel, na de afgelopen wedstrijden, denk ik, of niet? Ja, ja, zeker. Ja. Durft u een voorspelling te doen over de uitslag? Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee. De 3 punten blijven in Almelo? Ja, dat denk ik wel, ja. Hele fijne wedstrijd. Na afgelopen week wat we tegen Twente neerzetten was natuurlijk niet goed. En dan moet je reageren. En als je dan thuis 2-0 wint van NAC Breda, dan is dat vrij goed, denk ik. Maar ja, inderdaad, na drie nederlagen was het wel wat extra druk natuurlijk op jullie. Maar ja, het NAC wat ik vanavond heb gezien was niet echt bijzonder. Maar daartegen vond ik jullie vanavond in ieder geval wel met de druk naar voren voetballen. Oh ja, we hebben sommige momenten hebben we wel druk vooruit gezet natuurlijk. Andere momenten hebben we iets compacter gespeeld. Dat ging tegen Twente, ging dat niet goed. En nu hebben we dat beter voor elkaar. En uiteindelijk trek je daarmee ook de overwinning over de streep. En er zijn echt nog wel dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Zeker aan de bal. Een paar ballen die wat minder door de as gespeeld kunnen worden door de tegenstander. Ja, en dat moeten we gewoon voorkomen. Maar ja, we zijn in ieder geval groeiend als team. En ik denk dat dit het juiste antwoord is dat we hebben gegeven. Zeker ook met de bekeroverwinning. Het is belangrijk dat je in de koker zit. Maakt niet uit hoe. En nu met een overwinning op NAC is dat vrij goed gereageerd, denk ik, na afgelopen wedstrijden. Nou, we gaan natuurlijk volgende week uit naar Utrecht. Maar voor vanavond die nul vanavond. Hoe voelt dat voor jullie als verdedigers? Ja, dat is ook wel lekker. Dat is ook wel weer een tijdje terug. En volgens mij was Sparta de laatste, denk ik. Dus het is altijd fijn als verdediger zijn en als keeper zijn dat je de nul houdt. En het is ook gewoon heel lekker voor het team. Dus ja, heel tevreden. 2 goals gemaakt, 0 tegen. 3 punten in de tas, ja. Heerlijk. En nu even een vraagje tussendoor, die kreeg ik even te horen. Meesik had van de week roze schoenen aan. Ja, dat klopt. Dat klopt. Nee, we speelden op kunstgras van de week. En daar zitten normale noppen onder. En ja, als verdediger zijn is het best handig als je op ijzeren noppen speelt. Dus hij had vandaar dat hij die roze schoenen ingewisseld voor volgens mij blauwe vandaag. Ik hoop dat diegene die dat wilde weten, dat hij nu tevreden is gesteld. Maar nu gaan we natuurlijk wel verder naar boven kijken. Natuurlijk, vrijdag hebben we Utrecht uit. Ja. Daar gaan we ook weer naartoe. Wat zijn jullie verwachtingen daarvan? Want het is natuurlijk best een lastige ploeg. Nou, Utrecht die doet het nu gewoon heel erg goed. Die staan volgens mij derde in de competitie nu. Ja, we zouden deze week gaan we dat analyseren hoe en wat we gaan doen. Maar je weet dat Utrecht gewoon een stabiele, goede ploeg is. Zeker daar in de Galgenwaard. Alleen de echte details die komen van de week. Want we hebben deze week gewoon zoals normaal gefocust op de competitie of bekerwedstrijd. En toen op de competitiewedstrijd. Dus, altijd onbevooroordeeld als ik verslag moet gaan doen. Maar het was wel. Ik geniet er wel van als ik jullie zo bezig zie. Is dat ook een doelstelling voor jullie om het inderdaad toch meer het publiek erbij te betrekken? Of, Nou, misschien niet eens per se een doelstelling. Maar het is wel iets wat je voor ogen hebt natuurlijk. Je wilt het publiek meenemen in de wedstrijd. Je wil ze iets teruggeven. Zeker ook na dat debacle van afgelopen week, waar het gewoon niet goed was. En dat deed toch gewoon zeer. En nu probeer je dat beter voor de dag te komen, hebben we gedaan. En ja, als je daarin het publiek ook mee kan nemen, die kunnen ons dan ook net weer dat extra setje geven, waardoor we nog harder lopen. En ja, dat moet een beetje een wisselwerking zijn. En uiteindelijk moeten we gewoon zorgen dat we met z'n allen, met de supporters, met het hele club, dat we hier thuis een onneembare vesting worden. En, ja, volgens mij was dat vandaag wel aardig gelukt. Zeker ook met de vuurwerkshow vooraf. Fantastisch. De sfeer in het stadion. Dus dat was goed vandaag.